spannende avond, Harder. Absoluut. Hoe heb je deze dag beleefd? Vandaag? Ja. Heel erg spannend. De dag duurde heel erg lang. Het duurt nog steeds lang, hoor. Totdat de definitieve uitslagen zijn. Ja. We zijn inmiddels om 10:30. Je weet dat Radio Beverwijk exit polls heeft gedaan de hele avond. Als zij gelijk hebben, dan worden het 5 zetels voor GroenLinks. Als ze inderdaad gelijk hebben, dan hebben we 5 zetels. Daar ben ik ontzettend blij mee. Wanneer is... Dan moeten we even afwachten. Hè. Waar is het feest? Feest is hier. Maar dan moeten we even afwachten. Hè. Uiteraard. Die twijfels lagen zijn hier niet. Het is ontzettend spannend. En ik ben zeker nieuwsgierig. Ik zou natuurlijk wel blij zijn met een zetel meer. Het is een ongelooflijk campagne geweest. Afgelopen periode heel erg intensief daaraan gewerkt. Ongelooflijk met de vrijwilligers. En ook met de radio even werken. We hebben ons best gedaan. Ja, en was ook wel erg gezellig. Een goede samenwerking geweest. Ik ben zeer benieuwd nu hoe de definitieve uitslag uit gaat zien. We hebben gezegd, we houden natuurlijk een slag om de arm. Als je nou van alle partijen 1 zetel afhaalt, dan heb je nog steeds handhaving van de vorige keer. Dan kan het alleen maar meevallen. Zou je met 4 zetels ook blij geweest zijn, als ik het je gisteren had gezegd? Ik ben met elke uitkomst ben ik altijd blij. Want uit elke keer om de 4 jaar, de BVW'ers maken het opnieuw een keuze. Dat is dan elke uitkomst van de kiezers waardeer ik en accepteer ik, daar ben ik blij om. 4 is zeker stabiliteit, 5 is extra steun in de rug. En, is dat ook een stukje steun voor het beleid wat jullie de afgelopen 4 jaar hebben gevoerd? Inderdaad, als dat stabiliteit is en ook nog misschien waardering 1 zetel meer, betekent dat dat onze ingezette beleid wordt gewaardeerd door de kiezers, door de BVW'ers. In ieder geval gefeliciteerd en laten we hopen dat die 5 zetels uitkomen. Ik hoop het van ook. Dankjewel. Karel Hazeveld, lijsttrekker van de Democraten Beverwijk. Er staan hier om 10:30 ongeveer. De exit polls beginnen binnen te komen, ook de officiële. Die van Radio Beverwijk geeft aan dat je 2 zetels gaat halen. Als we hier gaan kijken, ziet het er iets anders uit dan het de hele dag is geweest. Maar goed, hier hebben we ook nog maar 6, dus 1/3 van de stemmen. Hoe voelt het nu het bijna achter de rug is? Nou, het is nog zeker niet achter de rug, dus zo voelt het in ieder geval absoluut niet. Als ik deze cijfers moet nemen die hier staan, dan zou je gevoelig kunnen aannemen dat Democraten Beverwijk, evenals op dit moment Samen en Vrij, alle 3 2 zetels zouden hebben. En dat zou ook inhouden dat 1 van die 3 er wellicht nog een restzetel bij krijgt. Daar wordt het spanningsveld om. Maar het zijn nog maar 6 uitslagen, er zijn er nog 12 te gaan, dus het blijft even spannend. Maar wat je zei, de hele dag, de exit polls zoals ze aangegeven waren, de hele dag D66 op 6 ver bovenaan. GroenLinks was het spanningsveld en je ziet nu gewoon dat de VVD bovenaan staat, gevolgd door de PvdA, die zou halveren. Dus we zijn of nog in voor een hele grote verrassing, of uiteindelijk, want jullie, Radio Beverwijk heeft de afgelopen jaren redelijk goed gehad, of uiteindelijk blijkt dat dit toevallig deze 6 zijn. En dat bij de volgende 6 de boel weer helemaal omslaat. En uiteindelijk er toch het plaatje uitkomt wat jullie hebben voorspeld. Nou, bij ons was het ook af en toe heel verschillend. Bij sommige stembureaus was het de ene partij heel veel en de andere partij 0. En bij een ander stembureau was het soms weer heel andersom. Zou dat denk je ook komen omdat mensen niet meer naar een speciaal stembureau moeten, maar overal hun stem kunnen uitbrengen? Dat is één reden. Ik heb vanmiddag een beetje over gesproken met een aantal mensen van hoe moeten we dit duiden? Nou, er zijn waarschijnlijk 2 redenen. Iedereen mag een beetje verspreid, dus je hebt niet meer je eigen honk, hè, je eigen basis. Dat steekt met elkaar wat makkelijker aan, om zo maar te zeggen. En ook een effect wat men tegen mij zei was dat de nieuwe partijen, de mensen die op de nieuwe partijen hebben gestemd, waarschijnlijk eerder geneigd zijn om dat ook te uiten. Nadat ze het stembureau uitkomen, dus dan geeft dat ook een beeld. We gaan met spanning afwachten hoe het gaat worden. Ik zeg al, het is nu even over 10:30. Het kan nog wel een paar uur duren, hè? Als dit zo... Nou, het gaat voor mij verrassend snel zelfs. Want ik heb ooit zelf ook mogen tellen. Dat is echt wel een heinisch gewijs. We hebben ook nog het referendum erbij. Maar ik verwacht om 1 uur of 1... toch wel het eindbeeld redelijk op orde te hebben. En daarna komt nog wie wat, wie heeft de stemmen gekregen, wie schuift eventueel op de lijst. Ja, dat krijg je ook nog. Dus hoe komt de uiteindelijke kieslijst eruit te zien? En dat is natuurlijk uiteindelijk toch wel het allerbelangrijkste waar het om gaat. Wie komen er in de raad te zitten? Goed. Wie worden de echte vertegenwoordigers? Sterkte en veel plezier nog.
Bij de microfoon Pieter Heinink. We staan naar een scherm te kijken waarop staat voorlopige uitslagen gemeenteraadsverkiezingen. De camera heeft er net een opnametje van gemaakt. Reageer er eens op in eerste instantie. Oké, mijn eerste reactie is als ik kijk naar de stembureaus die tot nu toe binnen zijn. Dan zitten daar twee best wel, zal maar zeggen, historisch gezien VVD stembureaus bij. Maar we missen nog een paar. Ja, en we staan op dit moment eerste. Dus ja, weet je, ik heb echt geen idee waar dit heen gaat. Ik heb zomaar het idee dat we straks met GroenLinks en D66 alle drie vijf zetels hebben. Ik noem maar wat. Dat zou zomaar kunnen. Elke keer wordt het een beetje ververst. Elke keer komen er weer wat stemmen bij. Ja. Overigens, als je dat beeld ziet, het zijn geen zetels, het zijn aantallen. Hè? Klopt. Het zijn aantallen stemmen. Dus zal maar zeggen, de helft van de bureaus is binnen. En wij zitten op 989 stemmen. Vorige keer hadden we 2000. Ik ga toch voor 2300. Vorige keer waren er minder mensen naar de stembus gegaan. Ja. Volgens onze, dat is dus de regionale omroep. Ik heb jullie gevolgd. De exit polls geven aan dat er in de stembureaus die gevolgd zijn, ongeveer 1000 mensen per bureau hebben gestemd. Dus een gemiddelde tussen 5 bureaus. Als je dat doortrekt naar die 18, dan kom je op... Nou, behoorlijk wat. Bijna 50 had je het vanmiddag over. Ik had het over rond de 50. En het zou als die cijfers kloppen, zou het wel eens hoger kunnen zijn. Dat is mooi. Alles is beter dan wat we vorige keer scoorden. Ik zou eerlijk gezegd denken dat we zo 45, 46 halen. En dat zou ik prima vinden. Het mag altijd meer zijn. Maar dat betekent dat wij met z'n allen, maar ook jullie, er alles aan gedaan hebben om de mensen naar de stembus te krijgen. En ik wil nogmaals mijn waardering en bewondering uitspreken voor Radio Beverwijk en wat jullie met al jullie vrijwilligers gedaan hebben. Dat meen ik uit het diepste van hart. En ik moet even uitleggen, we maken deze reportage voor RTV Eimond. Ja. Die zijn op een andere manier er ook heel erg druk mee bezig geweest. En gezamenlijk, de Eimondiale omroepen, die hebben er hard aan getrokken deze verkiezing. Maar kun jij je herinneren dat het ooit zo spannend geweest is? Ik zei dat vandaag tegen mijn vrouw, dat ik het nog nooit zo spannend heb gevonden als deze keer. En dus, toen herinnerde zij zich dat ik vorige keer net zo nerveus was. Ja, nerveus, maar dat is wat dan. Maar het ligt heel dicht bij elkaar. 3-4 partijen die bijna gelijk liggen. Ja. En we moeten nog even. Ja, nou, dat gaan we maar doorstaan. We gaan er een drankje opnemen vast. Ja, nou, ik heb er al eentje achter mijn rug, hè, om buiten het beeld van de camera te houden. Hebben we hem toch nog even stiekem gezien. Kelly Uiterwijk, mag ik je feliciteren? Ja, zeker. We hebben de eerste prognose binnen gehad. 2 zetels, daar zijn we erg blij mee als nieuwe partij. Is het nu even afwachten, slag om de arm, maar voorlopig zijn we heel, heel blij. Hou hem even omhoog, want deze Arie heet die. Ja, Arie de Aardbei, onze mascotte, die is ook erg tevreden, dat zie je gelijk. En die heeft landelijke bekendheid gekregen. Ja, dat kan je zeggen inderdaad. Ja, we hadden de slechtste slogan van Nederland, met zo vrij als een aardbei. Maar dat zorgde er wel voor dat deze aardbei op een landelijke tour ging door de landelijke media heen. Dat was leuk, ja. En een hoop aandacht. Ja, zeker heel veel aandacht. En ook voor Beverwijk als aardbeienstad. Dat kan ik alleen maar aanmoedigen. Het was een bijzondere verrassing in ieder geval. Nog een spannende avond als het 2 zetels wordt. Groot feest? Ja, sowieso een groot feest. We zijn hartstikke blij met alle steun die we gekregen hebben de afgelopen maanden. En voorlopig ziet de prognose er goed uit. Dus we gaan het even afwachten. En dan echt aan de slag, hè? Ja, en dan aan de slag. Kijk, dit campagne voeren was leuk, maar dan gaan we ervoor. Burgemeester Martijn Smit, aan het eind van een ongetwijfeld vermoeiende dag. Kijk eens terug op vandaag. Nou, voor mij was het niet zo vermoeiend. Voor mij is het vooral wachten vandaag. En ik ben nu, als ik dit zie, hè, we krijgen straks de uitslag. Maar ik ben nu al trots op de uitslag. Want als je hier kijkt, nu wat er vanavond, de uitslagenavond gebeurt. Hier is gewoon Beverwijk. En dat vind ik fantastisch. Je ziet hier niet één soort iemand of zo. Iedereen is hier vertegenwoordigd in 9 partijen. En alle 9 partijen gun ik het beste, dat zeg ik altijd maar dan. En natuurlijk ben ik razend nieuwsgierig wat er nu uitkomt. Maar het is druk, mensen zijn betrokken en daar gaat het om. Want je zult de komende 4 jaar met de coalitie die strakjes gemaakt gaat worden, zul je moeten werken. Ja, dat klopt. Dat is altijd een beetje het lot van de burgemeester. Hij staat erboven, hè? Ja, daarnaast zeg ik altijd heel vriendelijk. Oké. Ja. Maar straks zijn er een aantal wethouders straks waarmee ik dagelijks werk bijna.
en de gemeenteraad met wie je ja, optrekt. En ik ken eigenlijk alle kandidaten wel en het zijn allemaal leuke mensen. Misschien een rare vraag zo op deze avond, maar hoe bevalt Beverwijk? Top. Ja, het is geweldig. Ik zeg het overal waar ik kom. En ik heb het vandaag verteld bij jullie bij Radio Beverwijk. Dat over 2 weken woon ik er, gelukkig. En ja, het is een fantastische gemeente. En waarom is het een fantastische gemeente? Dan kun je het wel hebben over de omgeving. En over het strand en over de stad. Maar wat het vooral is, het zijn ontzettend leuke mensen hier. Mensen met hart op de tong. Dus blij hier te zijn. Ja, het is gewoon blij hier te zijn, ja. Even formeel nog één vraagje. Klopt het dat straks de lijsttrekker van de grootste partij uitgenodigd wordt om coalitiebesprekingen te gaan openen? Ja, normaal gesproken werkt dat zo. Niets is in beton gegoten. Maar het is normaliter zo dat de lijsttrekker van de grootste partij, die start de besprekingen van wat voor een coalitie is er mogelijk. Als burgemeester heb ik daar eigenlijk geen invloed op. Waarschijnlijk komen ze wel bij mij langs. Op een goed moment om te vragen wat ik dan graag in wil brengen op punten die de gemeente betreffen. Het gaat ook over continuïteit van bestuur, want ik ben er al een tijdje. En op mijn eigen portefeuille. Dan wens ik je heel veel plezier vanavond en laten we hopen dat er een goede coalitie uitkomt voor Beverwijk. Jacqueline Makbouli, goedenavond. Hoe voel je je? Nou, ik voel me prima, uitstekend. En we wachten af wat het gaat worden, maar het ziet er heel fijn uit. Dus ik ben trots. Voor de mensen die het niet weten, want IJmuiden, Velsen en Heemskerk kijken ook mee. Lijsttrekker D66. Vooraf zei je van nou, als we de 5 hebben, dan ben ik blij. Nou, als we 5 hebben, ben ik blij. Weet je, ja, wie wint, verliest, denk ik altijd. We hebben vorige keer natuurlijk fantastisch goed gescoord met 6 zetels. Dan is maar afwachten hoe je gewaardeerd wordt door de samenleving. Nou ja, het ziet er nu best wel aardig uit. Dus ik denk ook als je kijkt naar het landelijk beeld, dat we het gewoon meer dan uitstekend hebben gedaan en we verder kunnen. Ik zie dat er nog 1 stembureau. Nee, 1 stembureau. Oh, er komt wel wat nieuws. Nee, het blijft hetzelfde. Ik zie nog 1 stembureau te gaan volgens deze voorlopige uitslagen. Nog 1 stembureau te gaan. En ik zie 3 partijen heel dicht bij elkaar zitten. Het wordt echt heel spannend. Het wordt ook super spannend, maar daar is deze avond ook voor. Maar als ik kijk, wat is er? Is het zo spannend? Je zit te kijken. Ja, het is echt. Het steekt op een paar honderd stemmen. Ja, heel weinig. Kijken die kant op, hè? Want? Een paar honderd. Het zijn tientallen stemmen. Het zijn enkele tientallen. Ja, precies. Nou, dat maakt het natuurlijk heel spannend. Maar ik ben gewoon blij hoe het er nu uitziet, zeg maar. Daar zijn we hartstikke tevreden. Nou, tevreden. Gewoon heel blij mee. Ja. Ik wens je heel veel sterkte de komende uren. En ook heel veel sterkte met de coalitiebesprekingen. Want daar zullen jullie ongetwijfeld op een of andere manier bij betrokken zijn. Dat gaan we vanaf morgen allemaal bekijken. En voorlopig gaan we eerst van deze avond genieten. Doe dat, dankjewel. Graag gedaan.